alle gemeentelijke gebouwen en graven voorzien van zonnepanelen met participatie van de burgers. Een verslag van de kick-off. Het was een openingsactie waarbij de wethouder de investeerders die mee hebben gedaan aan de crowdfundingactie hebben uitgenodigd voor een borrel. En een soort eerste stap, want uiteindelijk komen hier op de daken 490 zonnepanelen, goed voor ongeveer 35 tot 40 huishoudens. En deze gravenaren waren blij om het geld bij elkaar te brengen om te investeren dat dit gebeurt. Een eerste belangrijke stap in de verduurzaming in graven. Ja, toch relatief snel gerealiseerd, vind ik. Op het moment dat ik ervan hoorde en via de crowdfunding was ik er snel bij. En nu zijn we pakweg een dik half jaar verder en beginnen de eerste resultaten beginnen nu zichtbaar te worden. Ik woon midden in de binnenstad. Het is weliswaar een huis van uit de 70 jaren. Dus met plastic dakgoten en doodgewone dakpannen. Maar daar was geen sprake van. Ja, er is nog een discussie over monumentale panden die niet belegd mogen worden met panelen. Ja, dat is natuurlijk een wet die ook altijd veranderd kan worden. Want uiteindelijk zelfs in monumenten zijn aanpassingen gedaan die bij deze tijd passen. Ik denk dat in de toekomst die draai wel gemaakt wordt. Je zult er moeten. Kijk, als je naar Nederland kijkt, dan ga je de grens over in Duitsland, dan zie je dat het allemaal een stuk gemakkelijker is. Ik bedoel, we moeten allemaal na gaan denken over duurzame samenleving. En ja, dit is een mooi initiatief om daar aan mee te doen. Ik heb hart voor het milieu. Plus, het is een betere opbrengst van 4% rente. Dat kun je op de bank niet verdienen. Zeker een hoogtepunt. Ik heb straks in mijn woordje ook al gememoreerd dat in de afgelopen 4 maanden er eigenlijk al 4 onderwerpen aan de orde zijn geweest. Naast een waterkrachtcentrale en het afkoppelen van hemelwater is ook sanering van asbest voor particulieren aan de orde geweest. En natuurlijk als hoogtepunt vandaag de officiële handeling met betrekking tot het leggen van de zonnepanelen. Wij hebben voor de gemeente Graven als Greencrowd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de verschillende daken van de gemeente, nou, waaronder de gemeentewerf, het gemeentehuis en uiteindelijk ook het wijkcentrum. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gekeken van is het technisch en financieel mogelijk om die zonnepanelen te plaatsen? Is het rendabel? En uiteindelijk hebben we de gemeente geadviseerd om inderdaad verder te gaan met dit project. En er is nu geld beschikbaar gesteld door beide colleges en door de beide provincies om een vervolgonderzoek te doen. Ja, nou ja, kijk, als dit gevoel goed is, en dat hebben we er allemaal bij nu, hè, dat dit een succes gaat worden, dan smaakt dat naar meer. En die waterkrachtcentrale, dat is een hele mooie kans voor Graven. En daar gaan we zeker veel meer werk van maken dan we nu gedaan hebben. En hopen dat die er gaat komen. Ja. Zonnepanelen op het dak, dat heeft natuurlijk de voorkeur. Maar we zijn als regio Land van Kuik ook bezig om te kijken of er zonneakkers mogelijk zijn. Wat mij betreft, 31 maart draait het. En de wethouder heeft al gezegd dat hij de knop om komt draaien om aan te zetten. We zitten volop in een energietransitie. En die energietransitie die zal ervoor zorgen dat er uiteindelijk steeds meer lokale projecten worden gemaakt. En dat ook uiteindelijk de lokale productie installaties worden gekoppeld aan lokale afname. En nou, crowdfunding, hè, geeft al aan, het is natuurlijk een project van het volk. Hè, dus heel erg lokaal gericht. Dus wij denken dat lokale productie, lokale afname, gefinancierd met lokaal geld, dat de toekomst is. Radio en tv? Natuurlijk! Omroep Land van Kuik kijk je via tv op Ziggo Digitaal kanaal 40. En luister op je tv doe je op Ziggo Digitaal kanaal 900.